de derde editie van de Timmerweek in Dalfsen en een draaiende molen. Althans, hij moet een beetje worden geholpen, maar het gaat om het idee en het is gewoon ontzettend leuk gelukt. En iedereen legt nu even de laatste hand aan alle bouwsels die hier staan. En dat zijn er toch al gauw een stuk of 20, zeker. We gaan straks eens even horen wie de Gouden Hamer heeft gewonnen. Dat heeft natuurlijk wel ontzettend veel gedaan. Het is prachtig weer, de sfeer is goed. Ja, het is geweldig. Dag heren. Hallo. Hoe heten jullie? Ik ben Tijmen en ik ben Stan. Hé mannen, jullie hebben een hartstikke mooie, volgens mij, een molen gemaakt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja? Hey, en hadden jullie nou vanaf het begin af aan het idee om een molen te maken? Ja, we zagen hem direct dus. Hé, maar vangt hier nou ook wind? Kunnen de wieken draaien? Ja. Wauw. Eigenlijk zou de hele hut moeten draaien, hè? Dan vangt hij mooi wind. Ja. Maar goed, is het misschien iets voor volgend jaar? Ja. Ja. Hey, hebben jullie het naar je zin gehad? Hebben jullie het leuk gehad? Ja. Ja? Top, hartstikke goed. Kijk, de dames en de heren van de kerk, dat prachtige bouwsel wat hier net staat, hebben zelfs een katapult gemaakt. En hij doet het. En bijna raak.
Lynn. Ik ben Luca. En ik ben Erikil. En wij zijn van basisschool De Spiegel. En daar mag je laten zien wie je bent. Binnen een buitenbar. Mooie en leuke aankleding, een hele stevig gebouw, maar ook de materialen waren op verschillende manieren gebruikt. Er waren pallets gebruikt, er waren planken gebruikt en op verschillende manieren vastgezet. En dit is nummer 9, de snack corner. Dames, jongens, dames, even hier kijken. Oh, even zitten hier kijken.